Hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Mildred Menno. Laten we beginnen! Deze video gaat over variabelen en meetniveaus. In deze video gaan we bespreken wat variabelen zijn. We gaan het hebben over welke soort variabelen er allemaal zijn. En we gaan het hebben over de vier verschillende meetniveaus. Maar we beginnen met de variabelen. Het gaat in deze video de hele tijd over onderzoek doen. En als je onderzoek doet, dan heb je bepaalde begrippen en kennis nodig. Het eerste begrip is het begrip variabelen. Wat is een variabele? Nou, de variabelen van een onderzoek, dat zijn de dingen die men onderzocht heeft. Je kan ook zeggen, variabelen, dat zijn de onderwerpen van een onderzoek. Laten we als voorbeeld even kijken naar deze tabel. Je ziet hier een tabel en die gaat over de eenzaamheid van volwassenen in Nederland. In de tabel staan twee dingen. Het geslacht, man of vrouw. En hun score voor de eenzaamheid. En die hebben we van 1, dat is niet eenzaam. Tot en met 4, zeer ernstig eenzaam. De vraag is, wat zijn de variabelen in deze tabel? Nou, dat zijn er hier twee. Want ze hebben hier twee dingen bekeken. Het eerste wat ze bekeken hebben is het geslacht van mensen, als man of vrouw. Dus geslacht is de eerste variabele. En de tweede variabele, het tweede onderwerpje, is eenzaamheid. Want daar hebben ze een score aan toegekend, dus dat is variabele nummer 2. Dus als de vraag is... Wat zijn hier de variabelen? Dan kijk je dus naar de dingen die onderzocht zijn, dus je kijkt naar de onderwerpen. En let goed op, je moet dus niet zeggen de variabelen zijn man en vrouw. Nee, het onderwerpje daarvan is geslacht. Dus je zegt de variabele is geslacht. Nu we weten wat variabelen zijn, gaan we het hebben over de twee soorten variabelen die er zijn. Dat zijn de kwalitatieve variabelen en de kwantitatieve variabelen. We gaan nu even bespreken wat deze twee dingen betekenen. We beginnen met de kwalitatieve variabelen. Kwalitatieve variabelen dat zijn variabelen die niet kunnen worden uitgedrukt in een getal. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld je geslacht. Je bent man of vrouw, maar je kan niet zeggen je geslacht is acht of negen. Dus je kan er geen getal aan toekennen. Datzelfde geldt voor je oogkleur. Je ogen zijn blauw of bruin, maar ze zijn niet drie. Dat geldt ook voor je woonplaats of het land waarin je geboren bent. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden van kwalitatieve variabelen. Maar belangrijk is dat je dus datgene wat je hebt niet kunt uitdrukken in een getal. Een kwantitatieve variabele is precies het tegenovergestelde. Dan kun je het juist wel uitdrukken in een getal. Zoals je lichaamslengte. Je bent 1,8 meter. Of je gewicht. Je bent 72 kilo. Of het aantal leerlingen in de klas. Of je score op een toets. Dat zijn allemaal voorbeelden van dingen die je wel kunt uitdrukken in een getal. En dat is dus precies het verschil tussen kwalitatief... En kwantitatief. We gaan nu even inzoomen op de kwantitatieve variabelen, want daarin onderscheiden we ook weer twee soorten, namelijk de discrete variabelen en de continue variabelen. En hoe komt dat? Nou, als je iets uitdrukt in een getal, dan zijn er eigenlijk twee soorten getallen. De eerste dat zijn de discrete, en de tweede zijn de continue getallen. En dan gaat het gaat hier over variabelen, dus we gaan het eerst even hebben over de discrete variabelen. Dat zijn variabelen die niet Elk getal kunnen aannemen. Ik ga je even een paar voorbeelden laten zien. Bijvoorbeeld het aantal kinderen in de klas. Kijk, je kunt 20 kinderen in de klas hebben, of 30, of 82, maar je kunt niet 31,5 kinderen in de klas hebben, of 3,128. Het aantal kinderen in de klas kan maar een beperkt aantal getallen aannemen, niet elk getal, want er bestaan geen halve kinderen. Dat geldt ook voor het cijfer op een toets. Je kunt een 8,3 halen, maar geen 8,376, want we hebben afgesproken dat de cijfers in één decimaal zijn. Dus die variabele kan niet elk getal aannemen. Een continue variabele is precies het tegenovergestelde. Die kan juist wel elk getal aannemen. En ook daar zijn heel veel voorbeelden van, bijvoorbeeld je lichaamslengte. Je kan 1,8 meter zijn, maar ook 1,835 meter of 1,876 in principe kun je elk getal aannemen voor je lengte. Kijk, natuurlijk, mensen worden niet 4 meter lang, maar het gaat er gewoon even om dat je elk getal zou kunnen aannemen, omdat er niet een afspraak is over hoeveel decimalen je daarbij geeft of zo. Hetzelfde geldt voor je gewicht. Je kan 72 kilo zijn of 72,348, of nou, ook dat kan elk getal aannemen. Nu gaan we weer even kijken naar een voorbeeld. Je ziet hier een tabel en in de tabel gaat het over de bestemming van een schoolreisje en die is gesorteerd op basis van het geslacht. En de eerste vraag is welke variabelen hebben we hier? Dus de vraag is eigenlijk welke onderwerpen zijn er hier in dit onderzoek bekeken? Nou, dat zijn er twee. Het eerste onderwerpje gaat over jongens, meisjes, dus over het geslacht en het tweede onderwerpje dat is de bestemming van het schoolreisje. De volgende vraag is zijn deze variabelen kwalitatief of zijn ze kwantitatief? Nou, wat je ziet is dat we informatie hebben over een geslacht. Dat is kwalitatief, dat hebben we het net over gehad. Maar je kan niet zeggen iemand zijn geslacht, daar ken ik een bepaald getal aan toe. Bijvoorbeeld je bent drie. Nee, je bent jongen of meisje. Dus dat is kwalitatief. En hetzelfde geldt voor een bestemming. Ook aan hun bestemming kunnen we geen getal toekennen. Je gaat zeilen of je gaat naar Disneyland. Dus ook dat is een kwalitatieve variabele. En laat je dus niet afleiden door het feit dat er hier getallen in de tabel staan. En je moet niet denken, ook zie getallen, dus het is sowieso kwantitatief. Nee, zo werkt het niet. Je moet echt bedenken, kun je iets een getal geven? Nou, dat kan niet bij je geslacht en ook niet bij de bestemming, dus ze zijn allebei kwalitatief. Nu gaan we naar het laatste onderwerp, en dat is het onderwerp meetniveaus. Variabelen kunnen op vier meetniveaus gemeten worden. En die vier meetniveaus die gaan we nu uitgebreid bekijken. Ik ga je eerst even alle vier laten zien: de eerste is nominaal niveau. De tweede ordinaal, de derde interval en de laatste is ratio. En waar heb je zo'n meetniveau nou eigenlijk voor? Nou, het meetniveau bepaalt wat je wel en niet met je gegevens kunt doen. Dus of je een bepaald meetniveau hebt, dat zorgt er dus voor of je bepaalde berekeningen wel of niet kunt doen met je gegevens. We gaan het daar in deze video verder niet over hebben, dat komt later pas. Maar dat is even voor het idee. Dus welk meetniveau je hebt, bepaalt dus wat je wel of niet met de gegevens kunt gaan doen. En je moet dus van een variabele kunnen aangeven op welk meetniveau hij gemeten wordt. En dan moet je dus kunnen uitleggen welke van de vier dat is. We gaan ze even alle vier bespreken en we beginnen met het nominale meetniveau. Het kenmerk van een nominaal meetniveau is dat de variabelen worden ingedeeld in categorieën, maar er is geen vaste volgorde. En ik heb het woordje geen even hier duidelijk aangegeven, want dat maakt het verschil met de volgende: er is dus geen vaste volgorde. Voorbeelden daarvan zijn je geslacht. We hebben mannen en vrouwen, maar je zegt niet: Nou, mannen zijn hoger dan vrouwen, of vrouwen zijn beter dan mannen. En er is geen vaste volgorde tussen die twee variabelen. Dus we geven ze wel een naam, maar we hebben geen volgorde bedacht van de ene is beter dan de ander. Een ander voorbeeld is de woonplaats. Of je nou in Amsterdam woont of in Haarlem, het ene staat niet hoger of is niet beter dan het andere. Nou, zo is er nog een voorbeeld, bijvoorbeeld de rugnummers van spelers van de voetbalelftal. Degene met rugnummer 1 is niet beter dan degene met rugnummer 10. Gaan we naar de volgende, dat is het ordinale meetniveau. Net hadden we nominaal, bij nominaal was er geen vaste volgorde, bij ordinaal dus wel. Dus er is wel een vaste volgorde. Maar wat wel belangrijk is en dat is alvast het verschil met degene die hierna komt, is dat de stapgrootte niet overal hetzelfde is. En ook dat ga ik even toelichten met een voorbeeld. Stel, we hebben het aantal sterren van een hotel. Een hotel kan vijf sterren hebben, maar een hotel kan ook twee sterren hebben. En we hebben wel met elkaar afgesproken, een vijf sterren hotel heeft meer voorzieningen, is over het algemeen beter dan een twee sterren hotel. Dus er is hier wel een vaste volgorde, want hoe meer sterren, hoe beter. Maar het is niet zo dat als je bijvoorbeeld een twee sterren hotel en een vier sterren hotel hebt, dat een vier sterren hotel twee keer zo goed is als een twee sterren hotel. Of dat dat hotel twee keer zoveel faciliteiten heeft. Dus er is geen vaste stapgrootte tussen het aantal sterren. Vier sterren is niet twee keer zo goed als twee sterren. Dus er is geen vaste stapgrootte. Dan gaan we naar interval. En bij interval is dat juist wel het geval. Dus dan is er wel een vaste volgorde. De stapgrootte is overal hetzelfde. Dat maakt het verschil met die vorige. Maar er is geen natuurlijk nulpunt. En dat natuurlijke nulpunt, dat maakt weer het verschil met degene die hierna komt. Dus je ziet, we breiden de betekenis eigenlijk steeds een beetje uit. Dus bij een interval is er wel een vaste volgorde. De stapgrootte is hetzelfde, maar er is geen natuurlijk nulpunt. Ook daarvan zal ik weer even een voorbeeld geven. Als voorbeeld kun je denken aan de jaartelling. Wat bedoel ik daarmee? Nou, stel, hè, het gaat over het jaar 2000. We hebben het jaar 0, waarop onze jaartelling begonnen is... Dat hebben we natuurlijk met elkaar gewoon gekozen dat dat het jaar nul is. Maar het is niet zo als we in het jaar 2000 zijn dat de aarde dan twee keer zo oud is als in het jaar 1000. Het is niet zo als ik het jaar 1000 keer 2 doe dat de aarde twee keer zo oud wordt, want de aarde is natuurlijk veel ouder dan dat. Dus dat nulpunt dat hebben wij zelf met elkaar gekozen en daarom zeg je er is geen natuurlijk nulpunt. Dus de jaartelling is een voorbeeld van een variabele die op intervalniveau wordt gemeten. Waarbij er dus geen natuurlijk nulpunt is. Dat hebben we gewoon zelf bedacht. Gaan we naar de laatste. Dat is het ratio meetniveau. En bij ratio is er wel een vaste volgorde. De stapgrootte is overal hetzelfde. En er is dus wel een natuurlijk nulpunt. Dus bij een rationiveau geldt dit allemaal. Ook daarvan bekijken we even een voorbeeld. Een voorbeeld daarvan is je leeftijd. Kijk, als je geboren wordt, dan ben je nul jaar oud. En dat ligt vast, je bent dan geboren, dus er is een natuurlijk nulpunt. En het is ook zo dat iemand van 80 jaar twee keer zo oud is als iemand van 40 jaar. Dus die stapgrootte die is hier zeker wel hetzelfde gezien vanaf dat natuurlijke nulpunt. Dus bij de aarde gold dat niet, want in het jaar 2000 was de aarde niet 2000 jaar oud. We hadden dat nulpunt gewoon zelf gekozen. Maar bij je leeftijd geldt het dus wel, want als je geboren wordt ben je 0 jaar oud en als je 80 bent ben je twee keer zo oud als iemand van 40. Dus leeftijd is een variabele op het niveau van ratio. Nu hebben we de vier meetniveaus besproken. En nu gaan we nog even kijken naar een korte samenvatting. Want dat was best wel veel informatie. En deze tabel geeft eigenlijk best wel een mooie samenvatting van hoe die meetniveaus in elkaar zitten. Je hebt misschien wel gemerkt, hoe verder we naar rechts gaan, hoe meer er steeds bij komt. Dus de eerste keer bij nominaal meetniveau konden we alleen maar indelen in categorieën. Bij een ordinaal meetniveau hadden we ook nog een vaste volgorde. Bij interval waren er gelijke verschillen, he, met dat jaartal. En bij ratio was er ook nog eens een natuurlijk nulpunt. Bijvoorbeeld bij je leeftijd, want we hadden 0 als begin gekozen. Dus hoe hoger je eigenlijk gaat in die meetniveaus, des te groter het is, he, des te meer erbij komt. Elke keer komt er één kenmerk bij, totdat je uiteindelijk bij ratio bent, dan heb je ze alle vier. Ten slotte nog even in de praktijk. We gaan weer even terug naar de tabel over het schoolreisje. En de vraag is: wat is het meetniveau van deze variabelen? We hadden dus als variabelen geslacht en de bestemming van het schoolreisje, en we moeten dus gaan bedenken wat is het meetniveau van deze variabelen. Nou, we beginnen dan helemaal aan het begin. We waren begonnen met het nominale meetniveau. Nominaal betekent je kan het indelen in categorieën, maar er is geen vaste volgorde. En dat is hier aan de hand, hè? Want de eerste variabele is geslacht. Nou, je hebt jongens en meisjes, maar daarin is geen vaste volgorde. Het ene is niet beter dan het ander. En datzelfde geldt voor de bestemming. Je hebt de categorie zeilen en de categorie Disneyland, maar zeilen is niet beter dan Disneyland of andersom. Dus dit is een nominaal meetniveau, want er is geen vaste volgorde tussen deze variabelen. Het is dus niet ordinaal of een van die andere, want daarin zit wel die vaste volgorde. Dus is hij nominaal en dat is dus het meetniveau van deze variabelen. Dat was alle theorie over variabelen en meetniveaus. Je moet zorgen dat je deze theorie uit je hoofd kent, zowel voor het proefwerk als uiteindelijk voor het examen, want hier worden altijd vragen over gesteld. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je je optimaal voorbereiden op het eindexamen? Ga dan naar math.mennow.nl. Tot de volgende keer.